Een vrouw die gedurende de oorlog hoorde bij een groepje fotografen die zich de verborgen camera noemde. Zij maakte in het geheim tal van foto's over het dagelijks leven in Amsterdam. Op de eerste zie je de terugkeer van Ernestine Witsen. Zij keerde terug uit Bergen-Belsen. En dat tekend is aan deze foto is de eenzaamheid die die foto uitstraalt. Het was ook een van de weinige overlevenden uit Bergen-Belsen. Op de tweede foto zie je een man met een hondje en een baal, kleding vermoedelijk, ook teruggekeerd uit Duitsland. Ik weet niet uit welk kamp dat geweest zal zijn. Maar ook hier zie je ja, de armoede, de eenzaamheid, het straalt van die foto af. En op de derde foto zie je een groep vrouwen die ook op Amsterdam Centraal enthousiast daar aanwezig zijn om mensen die terugkeren uit Duitsland, krijgsgevangenen, om die hartelijk welkom te heten. Een ontroerende foto en een mooie start voor deze expositie.